Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Diemt en ik ga praten met Frank de Nijs. Hij is oprichter van het Hof van Bemiddelaars. Welkom Frank. Dag Paul. Ja, je bent hier naar Leiden gekomen, ja. Naar onze studio. Dat is toch goed om te weten. Dan gaan we even enige kennismaking met jou. Je bent een man die houdt van sport en goed getraind hier komen. Okay. We spreken nu in de vroege ochtend. Jij bent heel vroeg vertrokken vanuit. Waar ben je, kom je vandaan? Vanuit Terneuzen. En hoe lang is dat met de auto? Was inderdaad nu 2 uur rijden ongeveer netjes. Ja. Vanwege de 100 kilometer inderdaad die je maar mag rijden, heb je 2 uur nodig netjes om te rijden. En je stuurde mij heel vroeg vanochtend een mail om nog eventjes een paar dingen aan te geven. Hier zou je het over willen hebben, daar zou je het over willen hebben. Ja. Heel instructief allemaal. Nou, we zien wel of ik het ga gebruiken, dat weten we niet, maar sommige dingen denk ik wel. En aardige daarbij is ook dat jij zegt, je hebt niet alleen dat stuk gereden in de auto, je bent vroeg je bed uitgekomen, een stuk geschreven, maar je hebt ook nog een sport gedaan. Ik heb inderdaad eerst 9 kilometer hardlopen gedaan in de polder, vlakbij inderdaad. Dus dat was inderdaad ideaal, 's morgens om 4 uur, ideaal. En dan ben je om 4:15 klaar. En dan heb je toch een hele dan een douche nemen en dan ben je toch heel fris. Dus toch, want ik had je gisteren ook nog aan de lijn. Ja. Je wilde ook nog even iets vertellen. En dat was ook vrij laat. Dat was om 10:30 geloof ik. Hoe laat ga je naar bed? Daar moest nog een dossier klaargemaakt worden voor een Belgische cliënt. En dat moest inderdaad, ben ik om 11:30 gaan slapen, zoiets. 12 uur, ja, zoiets. Ja, en dat is voor jou gebruikelijk, 4-5 uur slapen? Ja, nou, meestal wel inderdaad, ja. Ja, nou ja, je ziet er heel gezond uit. Dankjewel. Soms kan dat gewoon helpen. Hè? Maar dat is aardig om even toch een beeld te hebben van de man achter het Hof van Bemiddelaars. Ja. Je gaat zo meteen uitleggen wat het Hof precies inhoudt. Ja. We praten nu in een tijd waarin het heel slecht gaat met heel veel groepen. Vooral met ondernemers, die zijn zwaar onder druk. Ja. Heel veel faillissementen dreigen. Wij praten er hier bij ons, hè, op dit station, De Nieuwe Wereld, heel vaak over. Ja. Wat opvalt is dat sommige groepen het ook goed hebben. Bijvoorbeeld de advocaten en de curatoren, die spinnen hier echt garen bij. Klopt. Geldt het ook voor het Hof van Bemiddelaars? Het geldt inderdaad ook gedeeltelijk voor het Hof van Bemiddelaars. Omdat je inderdaad een cliënten inderdaad puur in een bemiddeling doet voor cliënten waar je hun bijstaat op een juridische wijze. En waar je eigenlijk probeert te voorkomen dat je niet in rechtsprocedures terechtkomt. En dat je ook effectief de bemiddeling doet om die rechtsprocedure te voorkomen juist. Ja, en dat is echt een verschil met hoe advocaten te werk gaan, ook hoe curatoren trouwens te werk gaan. En met name de uurtje-factuurtje advocaten, want daar ergen ondernemers zich dan aan, want ze hebben die advocaten nodig. Soms zijn die heel goed natuurlijk, soms zijn die wat minder goed en soms zijn ze heel goed en vragen ze ook heel veel geld. En soms zijn ze nog erger, niet zo goed en vragen ze ook heel veel geld. En dan hoor je ondernemers enorm klagen over die uurtje-factuurtje advocaten. Ja. Is dat terecht, die klaagzang? Je hebt inderdaad eigenlijk geen maatstaaf voor de verhouding van prijs-kwaliteit verhouding bij de advocaat zelf. Je weet niet waar je betaalt. Op een bepaald moment, de advocaat heeft een uurloon, daar heb je ook nog een toeslag bij. Daarnaast heb je op dat moment ook geen referentie of je bij een goede advocaat terechtgekomen bent. Bij ons op de website van het Hof van Bemiddelaars staan daadwerkelijk referenties genoemd van mensen die inderdaad ervaring hebben met het Hof van Bemiddelaars en hoe ze dat ervaren hebben. En dat is een meerwaarde ten opzichte van de advocatuur. Advocaten hebben inderdaad die referenties niet omdat ze dat niet mogen noemen vanwege hun gedragsregels en de vertrouwelijkheid waarmee een dossier van een cliënt behandeld wordt. Maar jij hebt dan niks te maken met gedragsregels en vertrouwelijkheid? Ik heb wel te maken met vertrouwelijkheid van de cliënt. Je blijft confidentieel. Ja. Maar het is wel juist de referentie van de cliënt die telt, omdat je op dat moment een bewijs levert dat het bemiddelen zonder een enige rechtsprocedure een meerwaarde heeft ten opzichte van een rechtsprocedure te volgen volgens de gedragsregels die op dat moment geleid worden of bepaald worden. Maar een meerwaarde ten opzichte dus van de, ik noem het maar steeds even, de woorden van veel ondernemers, de uurtje-factuurtje-advocaten. Ja, klopt, ja. Wat doe jij beter? Het bemiddelen inderdaad, het is een kwestie dat een cliënt bij ons binnenkomt en dan ga je eerst luisteren naar wat die cliënt te vertellen heeft. Niemand kent het dossier beter dan de klant zelf. Dat is het belangrijkste wat je vooral goed in de gaten moet houden. Daarnaast ga je op dat moment kijken, de juiste vragen stellen aan die cliënt. Die cliënt heeft vaak meer te vertellen dan dat uurtje dat hij eigenlijk bij een advocaat zit. Dus laat die cliënt vrij praten en stel de juiste vragen, zodat je een juiste analyse kunt maken van aanleiding, oorzaak, gevolganalyse. Zodat je de juiste juridische positie krijgt waar die cliënt op dat moment nu voor staat. En dat is eigenlijk enorm essentieel en daar besteden we eigenlijk te weinig aandacht aan. Het is een beetje zoals je bent ziek en je komt bij de dokter, maar nou ja, goed, we moeten dat efficiënt doen. En de dokter die zegt, ja, we hebben maar, ik heb 7 minuten voor je, dan moet het in 7 minuten. En dat kan ook niet.
En zo, het is niet helemaal vergelijkbaar, maar wel het idee, je hebt dus wel tijd en aandacht nodig. Klopt. Dus als een cliënt een verhaal nodig heeft van 3 uur, dan zit je ook 3 uur te luisteren. Dan zit je ook 3 uur te luisteren, ja. Wij noemen dat dan op dat moment, heb je wel een kleine intake met een cliënt, maar dan ga je de klant voorbereiden, dan zeg je, luister, breng alle stukken mee. En dan gaan we een auditbespreking organiseren. En die auditbespreking die kost geld, maar tijdens die auditbespreking ga je zo diep op het dossier in, dat je juist die aanleiding, oorzaak, gevolganalyse heel duidelijk in beeld krijgt. Waardoor je ook eigenlijk al van begin af aan een waarheidsvinding opbouwt voor die cliënt. Hé, hey, waarheidsvinding. Kijk, dan kom ik meteen op het stuk de toga-column. Een advocaat is het niet voor de waarheidsvinding. Een stuk van Britta Beuren. Ja. Ze heeft ook een bekende advocaat. Ja. Veel advocaten zeggen dat ook, daar zijn we ook niet voor. Nee. We hoeven niet eens te weten, zeggen veel advocaten ook, of mijn cliënt wel of niet schuldig is. Hm. Mijn taak is alleen om iemand te verdedigen. Wat is daar mis mee? Het verschil tussen wat wij dan doen als bemiddelaar met die auditbespreking, omdat je de klant, zoals ik zei, de cliënt, niemand kent het dossier beter dan de cliënt. En juist door die waarheidsvinding ga je op dat moment de juridische positie van de cliënt inventariseren. En dan krijg je ook het beeld van hoe het in de praktijk heeft plaatsgehad. En die praktijk is vaak leidend. Je kunt heel veel stukken gaan produceren, zoals advocaten dan doen. Ja. Maar er is altijd nog een praktijkbeleving van een cliënt. En dat is cruciaal. Er kunnen feiten of details kunnen gebeurd zijn die niet inderdaad in de stukken of in de productie van de advocaat genoemd zijn. Waardoor dat juist een bepaalde meerwaarde of een bepaalde beeldvorming kan geven van wat er daadwerkelijk in de praktijk heeft plaatsgehad. Ik denk dat het tijd is voor een paar goede voorbeelden. Hè? We gaan zo meteen echt toespitsen ook op coronatijden, maar jouw deelnemer ook, dat we daar echt een paar voorbeelden ook over krijgen, die ook heel nuttig met name voor, denk ik, in deze tijd voor ondernemers kunnen zijn. Ja. Maar kun je even een paar voorbeelden je eigen praktijk geven. Misschien eerst dan ook beginnen met de reden, de belangrijkste reden voor jou om het Hof van Bemiddelaars op te richten. Dit is eigenlijk puur ontstaan vanuit de praktijk. Je mag de duurste raadsheer hebben die je wilt. Je rolt in problemen zonder dat je het weet en zonder dat je het wilt eigenlijk. En er zijn maar weinig raadsheren die je daadwerkelijk uit die problematiek waar je voor staat of waar je in zit, er werkelijk gaan uithalen. Dat heb ik ook zelf zo ervaren. En dan ga je een heleboel van die feiten, van die zaken die hebben plaatsgehad, die ga je terug analyseren en kijken waar is het dan fout gegaan. En zodoende kom je eigenlijk inderdaad, waarom zijn de mensen die je inderdaad als jurist of advocaat hebt ingeschakeld, niet van het begin af aan met de waarheidsvinding aan de slag gegaan? Ja. En daar heb je juist een meerwaarde. Ik heb nu een dossier lopen, een arbeidsdossier, waar inderdaad een cliënt inderdaad op dat moment in een situatie is terechtgekomen die hij zelf ook niet gewild heeft. Hij is de werknemer bij een bedrijf. En wij hebben inderdaad op half medio december vorig jaar deden wij al een voorstel aan de wederpartij, aan de werkgever op dat moment, met de analyse die wij toen al gemaakt hebben op basis van de auditbespreking en de waarheidsvinding die we met de cliënt geanalyseerd hebben op basis van de feiten die we getoetst hebben. Je wilt op dat moment, wat doen wij dan? Het is een kwestie van hoor en wederhoor. Dus wij horen onze cliënt en dan ga je met de gegevens die je geïnventariseerd hebt, ga je naar de wederpartij beluisteren hoe zij de situatie ervaren hebben in de praktijk en hoe zij het inderdaad vanuit hun positie de zaak beoordeeld hebben op dat moment. Dus voor de duidelijkheid, het is ook geen mediation. Hè? Er zijn heel veel verschillen met de mediator. Die hebben we hier op een blaadje keurig naast elkaar gezet. Ja. Ik zal een paar dingen noemen. Actieve bemiddeling, dat doen jullie. Mediator passieve bemiddeling. Ja. Jullie hebben 1 opdrachtgever. De mediator heeft de partijen moeten ondertekenen. Ja. Partijen apart spreken doen jullie. De mediator zegt partijen spreken altijd samen. Ja. Dat zijn belangrijke verschillen. Of dat kan ook bij een pendelmediation zijn inderdaad. We hebben onlangs een pendelmediation gehad inderdaad. En dan pendelt de mediator van de ene kamer naar de andere kamer. Maar dat is inderdaad bij ons eigenlijk hetzelfde. Wij gaan inderdaad effectief naar de wederpartij toe om het wederhoor eigenlijk te plaatsen. Ja. En dat wederhoor is een andere beleving toch. Ook die wederpartij heeft zijn kijk op de zaak en dat moet je goed inventariseren. Ook. Maar waarom werkt dit wat jij doet? Je hebt al het verschillen met advocaat aangegeven. En dan is waarheidsvinding voor jullie van belang, van advocaat minder van belang. Als het gaat om het verschil tussen de bemiddelaar, jij dus, Hof van Bemiddelaars, en de mediator, wat is dan het essentiële verschil?
Als je bij een mediator zit, dan moeten beide partijen daadwerkelijk weer de overeenkomst ondertekenen van geheimhouding. En op dat moment is die mediator ook ondergeschikt aan gedragsregels. Of de cliënten zijn ondergeschikt aan gedragsregels. Dus de beide partijen, de mediator, die heeft zijn gedragsregels. En ook de cliënten die de overeenkomst ondertekenen, die ondertekenen tevens inderdaad de gedragsregels van die mediator. En daar zit het verschil. Wij hebben inderdaad die vrijheid om te handelen, waardoor je inderdaad veel effectiever, doelgerichter, maar ook meer praktijkgericht en resultaatgericht in een snellere tijdspanne veel efficiënter kunt gaan werken, waardoor je gewoon kosten bespaart en tijd bespaart. In het arbeidsconflict wat ik u zojuist kenschetst of weergeeft of benoemt, blijkt namelijk dat wat wij toen in 16 of medio december vorig jaar al benoemd hebben aan de wederpartij, aan de directeur van het bedrijf en ook aan zijn advocaat. Nu komt pas 4,5 maand later, komt de advocaat tot dezelfde conclusie die wij medio december al hebben voorgelegd. Daar heeft de advocaat 10 producties over gedaan, geschreven en wij hadden maar 1 productie gedaan. Ja, met uiteindelijk voor de cliënt hetzelfde resultaat. Hetzelfde resultaat, en dat wat scheelt dat ook bijvoorbeeld? Als we even een snelle berekening maken. Wat ben je bij jullie kwijt? Nou, het is inderdaad, ik denk dat onze tarieven inderdaad ver hetzelfde liggen. Het ligt eraan hoe lang een dossier gaat lopen natuurlijk. En hoe complex is een bepaald dossier. En meestal worden bij ons wel de meest vaak moeilijkere dossiers aangeboden. Omdat mensen toch al bij een advocaat zijn geweest. Een dossier loopt dan niet helemaal soepel op een bepaald moment. En dan willen ze missen toch die waarheidsvinding op dat moment. Ja. Cliënten, heel veel mensen zijn op zoek naar het recht of het gelijk wat ze eigenlijk moeten krijgen. En ook inderdaad soms in de rechtspraak niet meer toegewezen krijgen zelfs. En daar gaat het fout. Omdat de rechter inderdaad zoveel producties bij een rechtszaak aangeleverd krijgt, dat hij eigenlijk te veel aan producties krijgt. En wat is nu de waarheid die hij als rechter moet gaan beoordelen en waar hij inderdaad als rechter over recht moet spreken? Als je dit zegt, dan is er echt in de grond echt iets mis met het rechtssysteem. Dan moet daar iets gerepareerd worden. Het is niet aan mij om inderdaad het rechtssysteem inderdaad in Nederland te beoordelen. Nou, dat mag best even. Een vraag van mij mag ik juist wel. Hoeveel? Niet zo bescheiden. Nee, maar het is niet aan mij om dat te beoordelen. Kijk, als wij bijvoorbeeld inderdaad voor een bepaald bedrijf in België, maar ook in Nederland een rechtsprocedure van 1 jaar. En dat is een internationale handelsmaatschappij, een van de oudste van Vlaanderen. En als je daarvoor mag werken, mogen ook hun naam op de website vermelden. En zij kunnen de duurste en de beste advocaten inhuren. En wij mogen daar een dossier voor bemiddelen. Terwijl dat dossier bij die beste en duurste advocaten 1 jaar duurt, doen wij datzelfde dossier op 2 maanden tijd. Nee, natuurlijk. Maar als dit kan en als dit navolging vindt wat jij doet, er komen meer hoven van bemiddeling, dan moet je wel hard werken, dan moet je van wanten weten, dan moet je het allemaal kunnen. Ja, maar dan komt er wel een ander systeem. Maar dan moeten veel van die advocaten met name, denk ik, oppassen. Die moeten oppassen voor de digitalisering, dat merk je ook. De beroepsgroep maakt zich daar ook heel veel zorgen over, maar die moeten ook hier al voor oppassen. Ja, het belangrijkste is dat je wel het contact met de cliënt enorm goed behoudt. En dat is het belangrijkste. Daarom zijn die intakegesprekken en de auditsgesprek met die cliënt is enorm belangrijk. Daar hechten wij heel veel waarde aan, want dat is eigenlijk de basis van een dossier wat je legt. En tegenwoordig inderdaad met alle onze communicatie en mediamiddelen kunnen we alles digitaal verwerken compleet. En hou je telefooncommunicatie en ook met de audit kun je alles inderdaad direct contact houden met de klant. Maar de basis is altijd nog de auditbespreking en efficiënt het contact met de cliënt. En het echt letterlijk het 1-op-1 contact. Ja, ook in de 1,5 meter samenleving waar we misschien straks helemaal voor af zijn, dat we straks ook zeggen het is allemaal flauwekul geweest. Ja. Wat denk jij trouwens, Frank? Nou, ik denk dat het misschien inderdaad, ik denk dat je eigen gezondheid heel belangrijk is inderdaad. En dat we daar inderdaad iedereen voor goed voor moet waken en goed voor moet zorgen voor zichzelf en voor zijn... Nee, maar ik vroeg over die 1,5 meter samenleving. Dat je denkt, op je gezondheid kun je op allerlei manieren. Dat is ons opgelegd. Er zijn heel veel mensen die daar ook vraagtekens bij stellen. Ja. Hoor jij daar ook toe? Je moet inderdaad onze 1,5 meter altijd inderdaad in acht nemen, absoluut. Ja. Ja, maar je moet er op een gegeven moment toch aan voorbij gaan, of niet? Dat is toch onleefbaar, onmenselijk. Ja, het wordt ons door de overheid opgelegd en de overheid heeft inmiddels zelfs de wetgeving erop aangepast. Of mogelijk gemaakt inderdaad. Ze heeft een speciale coronawetgeving opgericht inderdaad. Ja, het mogelijk te maken om eigenlijk die gedragsregels of die wetgeving aan de mensen verplicht te stellen. Maar we praten hier met andere deskundigen. Iemand als Marisse Hond bijvoorbeeld ook. En die zegt het is totale flauwekul. En die komt ook met bewijs om aan te geven dat dat niet nodig is. En andere middelen veel beter helpen. Ja, maar het is niet aan mij om dat precies te beoordelen. Ik kijk altijd naar mijn eigen situatie en die neem ik in acht.
En ja, hoe andere mensen daarmee omgaan, daar moet je eigenlijk preventief mee omgaan op dat moment. Dus daar moet je gewoon het beste van maken op dat moment. Het is wel zo dat het is ook niet aan jou om het rechtssysteem te beoordelen, maar nee. jij ziet wel, en in een vraag op mij misschien wel, want jij ziet hoe het nu werkt en dan zou mijn conclusie kunnen zijn, nou, er schort aan de grond iets. Als het zo werkt zoals jij dat nu zegt, ja, dan moet daar iets gerepareerd worden. Zou je dat dus wel kunnen zeggen? Nou ja, het is zo dat er inderdaad ook vanuit het ministerie inderdaad al heel veel gedaan wordt of gepoogd wordt inderdaad om die structuur van de advocatuur inderdaad en de processen inderdaad te versnellen of te verbeteren. En ook wat er inderdaad aan rechtsbijstand inderdaad aan toegevoegde dossiers wordt gedaan, aan toevoegingen wordt gedaan eigenlijk. Het kost handenvol meer geld. En als je dan ziet waar is de efficiëntie inderdaad van het dossier om het dossier te behandelen inderdaad. Het is een andere manier inderdaad. En ik denk dat er inderdaad best een aantal dingen kunnen verbeteren. Efficiënter, doelgerichter en resultaatgerichter. Kijk, het verschil zit al in dat wij van het begin af aan bij de aantreding van een dossier of van een cliënt de waarheidsvinding toepassen. Als je ziet wat er dan aan producties met onwaarheden door advocaten of juristen of geproduceerd gaan worden in dezelfde rechtsprocedure, ja, dan is dat zonde van het geld eigenlijk. En dan vind ik dat zonde van, want de cliënt wordt eigenlijk misleid een beetje op dat moment. Ja, nou, misschien is dat nog een ander, of ik weet het toch zeker, nog eens een ander gesprek waard. Misschien moeten we hier een tafeltje van maken met nog een paar anderen daarbij, want dit is ook een heel groot onderwerp om even apart nog eens te bespreken. Waar het nu ook over gaat is zijn de voorbeelden. Hè? Ik wil graag dingen van je weten, want we weten ongeveer wat je nu doet. Waar het Hof van Bemiddelaar zich onderscheidt van advocaten. Ja. En zich ook onderscheidt trouwens van mediators. Ja. Maar in deze coronatijden, wat doe jij echt nadrukkelijk anders dan die andere partijen? En wat zijn zaken die voor jou dus ook een hele grote rol spelen? Misschien kun je er één eerst uitpikken. Dan kunnen we daarvan zien wat de verschillen zijn. Ja, zeker. Zeker. Omdat het een dossier wat inderdaad speelt op dit moment is dat een ondernemer, een MKB-ondernemer, die geraakt in problemen. En die moet inderdaad, die gaat zijn financiële staat bekijken. En die ziet inderdaad, die moet zijn sportschool, die moet hier daadwerkelijk sluiten vanwege de coronacrisis. Ja, dan komt zo'n ondernemer, die komt bij mij, die komt bij zijn accountant. Ja, wat zijn de cijfers? Welke positie kunnen we doen? En dan ga je kijken, wat kunnen we onderhandelen bij de verhuurder van het complex om daar inderdaad een enige korting of verlaging van de huur te bekomen inderdaad. Maar dat is een kwestie van onderhandelen en wij noemen dat bemiddelen. En dan ga je eerst de positie van je cliënt bekijken en dan ga je kijken wat zijn de opties en dan ga je kijken inderdaad wat kan een wederpartij inderdaad. Nou, dit is een goed voorbeeld. Dus jij gaat namens de sportschoolhouder, ga jij dan naar de verhuurder toe. Ja. Maar de verhuurder kan dus een hele grote, we hebben in Nederland ook voorbeelden gezien van die man in Dordrecht die een proces aanspande tegen een hele grote speler natuurlijk uit Hongkong, die hele grote verhuurder, een enorme partij die veel meer pandjes verhuurt. Ja. Die strijd heeft hij nog gewonnen ook, hè, voor een deel. Ja. Durf jij dat soort strijden ook aan te gaan? Of zeg je, dat is te groot, daar meng ik me niet in? Nee, een dossier is niet te groot voor ons. Het gaat erom dat je de wijze van aanpak is inderdaad de doelgerichtheid en efficiëntie. En de benadering van de wederpartij is enorm belangrijk. Maar je kunt dat ook inderdaad middels een rechtszaak doen. En waarschijnlijk is die kwestie middels een rechtszaak gewonnen op dat moment. Ja. Nou, en dat is het verschil. Je gaat altijd eerst, en dat is in België is het zelfs zo dat je, dat zou in Nederland nog een optie kunnen zijn. In Nederland is men daar ook wel mee bezig. Dat ze zeggen inderdaad, als jij in een rechtsprocedure gaat, moet je eerst een mediation gedaan hebben. In België is dat verplicht. Kom je bij een procedure bij de rechtbank, dan zegt de rechter inderdaad, Ede Lachbare zegt eerst, hebt u inderdaad een mediation gedaan? Zo niet, gaat u eerst mediation doen. Dat is inderdaad, kun je al heel veel zaken voorkomen. Alleen die mediation is inderdaad weer soms een verlengstuk van een advocaat. Iedereen pleegt op dat moment mediation. En dan zit je toch weer met die gedragsregels op dat moment inderdaad. Nee, maar laten we even om het duidelijk te houden, naar het voorbeeld van de sportschoolhouder gaan. Wat kun jij voor zo iemand doen als die verhuurder een hele grote internationale partij blijkt te zijn? Zogenaamde commerciële vastgoed en dan maal 30 vergeleken met Nederlandse toestanden. Ja. Een grote internationale speler, wat dan? Dat is de baas van Zara bijvoorbeeld, Spanjaard. Dan ga je inderdaad eerst de wederpartij hier eerst goed in kaart brengen. En dan ga je die wederpartij benaderen. Wie is daar de contactpersoon, de verantwoordelijke? En wat kun je inderdaad die partij bieden op dat moment? Een conflict laten escaleren is nooit de oplossing. Dat kost beide partijen altijd geld. En daar moeten beide partijen dus meer van bewust zijn.
Maar de machtsverhoudingen zijn soms zo groot dat jij dus ook na een intakegesprek kunt zeggen: fantastisch vriend, ik vind het geweldig wat je vertelt, ik vind het jammer voor je, ja, maar ik kan niet met je in zee. Dat doe ik niet, want deze zaak kunnen wij nooit winnen. Wij hebben inderdaad een zaak met een MKB en dat was een commanditaire vennootschap. En die hebben inderdaad moesten onderhandelen tegen een grootbank in Nederland. En die grootbank was vrij hard in hun opstelling, terwijl mijn cliënt niet de fouten had gemaakt. En hoe ga je dat bewijzen? Zoals we allemaal weten, banken en verzekeraars of grote bedrijven, die gaan liever 100.000 euro aan advocaatkosten betalen, als dat ze u inderdaad 1.000 euro moeten schikken. Ja. Daar zit de clue van het verhaal eigenlijk. Is dat niet onvoorstelbaar? Is hier nou niet heel veel te winnen, juist op dit specifieke terrein? Juist. We hebben ook die bank benaderd, dus dat is een kwestie van dossierkennis. Je moet wel het dossier goed kennen. En dan kun je zeggen, ja, we hebben inderdaad deze partij. Mijn cliënt heeft inderdaad gelijk op dat moment. En dan ga je die partij ook inderdaad, eigenlijk, het is een schaakspel op dat moment. Dan ga je die partij of die bank, kun je inderdaad zeggen, luister, wij benaderen jullie, maar op dat moment wil die bank toch naar zo'n rechtsprocedure. En dan kun je als bemiddelaar, van Hof van Bemiddelaars, daadwerkelijk die banken inderdaad toch hun handelswijze staken om geen rechtszaak te beginnen. Nee, want een bank kan financieel gezien, een grote bank, kan een kleine MKB altijd kapot procederen. Klopt. Dat gebeurt dus ook vaak. En uiteindelijk heeft ook zo'n bank daar, wat is het voordeel van die bank uiteindelijk? Want ze hadden dat met weinig geld kunnen schikken. En ze willen toch voor heel veel geld kapot procederen. Waarom doen ze dat liever? Dat is inderdaad een feit dat banken op dat moment liever hun gelijk halen, omdat ze weten dat de wederpartij niet tot in het oneindige kan procederen, omdat die bank een geldmacht is en voldoende financiële middelen heeft om oneindig te procederen. Je ziet dat ook bij de Nederlandse staat. De Nederlandse staat kan ook oneindig procederen. En dat kost inderdaad handenvol met geld. En het zou juist zijn door over en weer meer de waarheidsvinding en de feiten en de praktijk en de feiten te inventariseren en daar een verantwoord besluit te nemen. Even voor de duidelijkheid, want er zijn heel veel redenen waarom ze dat doen. Die kunnen wij hier bedenken, maar het is aardig om er een paar op tafel neer te leggen. Want het is jouw praktijk en die ken je. Wat is het belang van de staat om iemand kapot te procederen? Wat is het belang van een bank om iemand kapot te procederen? Het heeft te maken met gezichtsverlies op dat moment. Men wil toch inderdaad dat gelijk halen. En men heeft op dat moment inderdaad een soort tunnelvisie die men toepast op dat moment. En men denkt dat men dat ook gelijk gaat halen op dat moment. Omdat men niet van hun stand bent. Men wil de keerzijde van het verhaal wil men niet zien. Maar is dat de reden of zit er ook nog een groot financieel belang uiteindelijk voor de staat en die bank aan vast? Het is natuurlijk een groot financieel belang. Als jij inderdaad gezichtsverlies leidt, dan is dat niet prettig en rechtszaken verliest. En als een bank of een staat op dat moment heel veel die procedure enorm lang gaat maken en de wederpartij heeft niet voldoende financiële middelen, wordt het vanzelf gestaakt. Maar dus dan heeft die partij altijd gewonnen. Laten we een voorbeeld noemen uit de openbare bronnen. Bijvoorbeeld ING natuurlijk, de hele witwaszaak. Nou, die werd geschikt. Heel groot verhaal, daar kunnen we ook uren over praten natuurlijk. Ja. Maar uiteindelijk zat daar natuurlijk ook iets anders achter, namelijk in Amerika krijg je een criminele aantekeningen, die wil je niet hebben natuurlijk. Nee. En nu heb je er geen last van en daarom, het is maar één verklaring, dat geef ik toe, hè, want we moeten hier dieper op ingaan. Maar het is één van de redenen, is ook aangegeven door de hoogleraar staatsrecht die zich hiermee bemoeid hebben, dat is één van de redenen om op die manier te werk te gaan. Zie je dat ook en herken je dat ook of niet? Kijk, als inderdaad dat soort schikkingen achter de schermen gemaakt worden, en dat was ook inderdaad bij ING, men had die schikking achter de schermen al gemaakt, en dat die dan later uitlekt, dan krijg je op dat moment de hele media over je heen inderdaad. Want op dat moment laten we het wel gebeuren in feite allemaal. En de overheid en de financiële wereld, de banken inderdaad, die weten wel wat ze doen op dat moment. Er wordt geschikt inderdaad, maar het is op dat moment in beider belang. Men moet elkaar op dat moment inderdaad respecteren. Nee, de staat en men moet zeggen, wel verder. Kijk eens even, zo'n grote boete hebben we nog nooit uitgedeeld. Nee. De waak komt ook roepen, kijk eens even, dat hebben we nog nooit gedaan. Aan de andere kant kunnen zij zeggen, de zaak is geschikt. Oftewel, in Amerika blijven ze een schone lijn behouden. Ja, klopt. Dus men heeft allebei een gezicht overeind te houden. En geen gezichtsverlies leiden is veel beter om het zakelijke belang voor de toekomst te kunnen controleren. Stel dat jij die zaak had moeten doen, wat had jij dan gedaan?
Dan zou ik inderdaad waarschijnlijk ook gaan achter de schermen gaan onderhandelen en gaan kijken hoe je hieruit kunt komen. Maar je moet wel op dat moment duidelijkheid brengen dat er inderdaad een verbetering komt en een nieuwe... Mevrouw, mag ik even een beetje streng, maar jij hebt het steeds over de waarheidsvinding, dus jij zou deze zaak dan toch anders aanpakken. Jij zou uiteindelijk gewoon ING gedwongen hebben... Niet te schrikken, maar gewoon schuld te bekennen te betalen. Nou, je kunt ook schuld bekennen. Doordat ze betaald, hebben ze ook inderdaad schuld bekend. Dus dat moet je wel zo zien. Juist doordat ze die schikking betaald hebben, hebben ze schuld bekend. Ja, maar natuurlijk wel als een, in de vorm van een schikking. En dat is toch anders? Ja, maar als u een verkeersboete rijdt, Paul, dan krijgt u ook inderdaad een schikking aangeboden van de officier van justitie. En dan heb je hetzelfde, dan heb je ook een fout, een wettelijke overtreding begaan. En dan aanvaarden wij ook die schikking om te betalen. Toch zou ik bijna hopen nu in dit verhaal van Hof van Bemiddelaars is ook duidelijk opgericht vanwege de waarheidsvinding. Ja. Ook grote partijen die echt fouten maken om die partijen lik op stuk te geven. Ja, maar je moet het zien in de verhouding van in de verhouding staan het er tot eigenlijk. Je moet kijken inderdaad, kijk, bijvoorbeeld bij mij komt er een cliënt die heeft een probleem. Dan zeg ik altijd zo, ja... Jij hebt een probleem, maar de andere partij heeft ook een probleem. Ja. En zo moet je het eigenlijk benaderen. En dan ga je juist die hoor en wederhoor, dan is dat inderdaad op grond van die waarheidsvinding, is dat een hele belangrijke op dat moment. En dan kun je inderdaad de zaak laten escaleren en dan kun je zeggen, ja, wij doen daar een schikking over op dat moment. Ik zou ook voor die schikking kiezen, alleen het ligt eraan welke voorwaarden zijn er bij die schikking bedongen. En dat is een kwestie van onderhandelen, waardoor je op dat moment misschien... bij Hof van Middelaars een sterker of een harder standpunt zou innemen. Een schikking afdwingen of een compromis of consensus bereiken... In rechtsprocedures of in rechtszaken of in juridische geschillen... is enorm goed onderhandelen. En dat doen we te weinig. Ja, advocaten en dat betekent... die gaan liever procederen. Advocaten en juristen gaan liever procederen... want dat is meer uren schrijven op dat moment... Als de bemiddeling aangaan, de onderhandeling plegen. Ik ken ook goede advocaten die gelijk enorm goed gaan onderhandelen. Dus, en dat vind ik heel positief. Daar zit ook een meerwaarde juist. Maar dat betekent wel dat er heel veel geld verloren gaat natuurlijk, hè, door dit soort zaken. Heel veel geld verloren gaat, dat zijn enorme bergen. Daar zou bijna, ik heb geen berekening van, jij waarschijnlijk nu ook niet, maar dat kunnen wij bijna nu ook hier aan tafel eventjes zo snel optellen. Daar zou bijna het MKB van Goden mee gered zijn natuurlijk, hè, als dat allemaal efficiënter was gegaan. Klopt, ja. Dan zou dus een jaar lang, dan zou je bijvoorbeeld in september, wat heel veel ondernemers ook willen, dan moeten al die belastingen kwijtgescholden worden. Ja. Je kunt ze in termijnen gaan betalen of je kunt ze zelfs kwijtschelden. Ja. Dat zou lucht geven voor heel veel. Dan kunnen ze nog een tijdje door, dan kunnen ze plannen maken voor de toekomst. Dat wil je als ondernemer. En dat geld zou voorhanden zijn, mits de rechtspraak anders in elkaar zou zitten, anders georganiseerd wordt. Ja, maar dat is een kwestie van onderhandeling. En wij noemen dat bemiddeling op dat moment. En dat is de actieve bemiddeling, de assertieve bemiddeling in het belang van de cliënten op dat moment. En dat moet je goed, het is een andere benadering op dat moment. Wat hoor je nog meer van ondernemers nu in deze coronatijden? Nog steeds natuurlijk, hè? Die met de hand in het haar zitten en die zeggen, wacht even, we komen er niet uit met een mediator. We komen er niet uit met een advocaat. Waar kloppen ze bij jou aan? Want er zijn heel veel mogelijkheden natuurlijk nu voor een ondernemer... Om met de handen in het haar te zitten, problemen te zien die ze opgelost willen hebben. Ja, het is de benadering van het dossier en de benadering van de wederpartij. Dat is cruciaal belangrijk. Je moet op dat moment enorm goed inventariseren en dat is weer die waarheidsvinding. Ga je met de juiste gegevens en met de juiste cijfers waar zo'n MKB-ondernemer op dat moment in zit, ga je daarmee aan tafel naar zo'n wederpartij. Zeg, luister, dit is de situatie. Je kunt beter de helft van de huur verlagen inderdaad, of de huur maar naar 20% nog brengen, dan heb je een langere duur, een levensduur van de bestaande MKB, die kan blijven huren bij jou, die kan misschien over 1 jaar terug de volle huur betalen. Het is een kwestie van oplossingen bieden. En dat doen wij meer als een mediator die eigenlijk helemaal geen oplossingen mag voorstellen aan beide partijen. En hoe werkt het met de regelingen die getroffen zijn? Die regelingen die doorgetrokken moeten worden, vinden sommigen die nog veel langer moeten duren, die niet te lang kunnen duren. Er zijn ook heel veel belangen aan verbonden. In België en Nederland is het toch weer anders gesteld. Jij bent ook redelijk op de hoogte, denk ik, van de Nederlandse, of goed op de hoogte van de Nederlandse regelingen. Wat vind je van die Nederlandse regelingen? Zit daar nog rek in voor ondernemers? Ik denk dat er inderdaad nog rek in zit voor ondernemers, absoluut. Maar het is een kwestie van hoe positioneren zij zich op dat moment financieel naar de wederpartij of naar de partijen waar ze mee moeten onderhandelen. Alles heeft daarmee te maken op dat moment. Alles, echt waar. Wat bedoel je daar precies?
Je moet meer inderdaad gaan onderhandelen. We doen dat te weinig. We hebben allemaal een Nederlandse onderhandelingsgeest. Maar we doen het in feite te weinig om preventief problemen te voorkomen. En je moet echt voortijdig, preventief, moet je die problemen voorkomen. Want je laat het eigenlijk te lang lopen eigenlijk. Ja, wacht even, meneer De Nijs. Nee, ik mocht Frank zeggen natuurlijk. Ja, ja. Opeens voor meneer De Nijs. Frank, ja. Maar dat is nou net het probleem van corona. Dat wist je niet. Dit komt over je heen. En er zijn sommige mensen die het iets eerder gezien hebben dan anderen. Maar dan nog... Dit komt natuurlijk als een onvermoede ramp over je heen. Dus dat is het punt. Dan kun je geen maatregelen nemen en leef je in onzekere tijden. Ja, oké. Dit is puur een kwestie van overmacht. Maar toch, iedereen wordt met die overmacht geconfronteerd. Maar toch moet je dan als partij, je wilt zelf je problemen oplossen, maar toch, die andere partij heeft ook dat probleem waar hij mee te maken heeft, dat coronaprobleem. Wat heeft die ene partij ermee te maken als hij zijn pand bijvoorbeeld zou kwijtraken of zou inderdaad zijn huurder kwijtraakt en dan de komende half jaar, want dan gaat het inderdaad toch behoorlijke economische schade opleveren, dat je het pand inderdaad 1 jaar niet kwijt kunt voor de verhuur, dan heb je toch een groot probleem. Een kennis van mij die heeft inderdaad zijn huizen verhuurd en die zegt er staan nu 2 huizen leeg op dat moment. En dan zegt hij, ik kan beter inderdaad nu andere huurders aantrekken om daar een oplossing voor te vinden. Het is een kwestie van anders denken, maar wel in oplossingen. Meer in oplossingen en meer in onderhandeling. Zeker, en die oplossingen kun je ook doen dus door middel van die steunmaatregelen. Dat is ook een tijdelijke oplossing natuurlijk. En kun jij daar als overmiddelaar ook een rol in spelen? Nee, ik denk bijvoorbeeld, mag ik een voorbeeld geven? Er zijn natuurlijk ook, begrijp je, ondernemers die zeggen, wacht even, wat vreselijk is, ik heb een mooie zaak, maar ik moet hem opgeven, want ik kan beter nu mezelf failliet laten verklaren, anders moet ik dadelijk aan echt alles en iedereen geld gaan betalen en dat kan niet. Nee. En mijn personeel en mijn leveranciers en dan kom ik echt voor mijn leven lang zwaar in de schulden te zitten. Ja. Hoe ga je met die zaak om? Ik denk dat daar een goede accountant of een goede boekhouder inderdaad leidinggevend is, inderdaad in samenspraak met de cliënt, om daar dichtbij te staan, om daar een oplossing in te vinden. Kijk, je kunt altijd, en dat is heel belangrijk, vraag een second opinion aan. Dat doen wij ook bij juridische conflicten, worden we vaak gevraagd. We zitten al in een rechtsprocedure, maar hoe kijken jullie nu als bemiddelaar naar die hele situatie die nu inderdaad eigenlijk op dit moment ervoor staat? Ja. Nou, en dan ga je een second opinion doen. En vaak kan zo'n second opinion andere oplossingen, andere invalshoeken aandragen en andere mogelijkheden tot onderhandeling aandragen of andere financiële kanalen openen. En dat is een belangrijke reden of een hele belangrijke factor die deuren kan openen, maar ook inderdaad soms mensen hebben een te beperkte visie. Soms hebben MKB-ondernemers een te beperkte visie. En wat is dat dan? Hoe bedoel je dat? Dat bedoel ik alleen dat ze eigenlijk in een bepaald gebied blijven of in een bepaald relatiebestand blijven zitten waar ze niet buiten gaan op dat moment. Geef een voorbeeld. We zien dat heel vaak. Ik had een vrij grote MKB-onderneming en die zaten in Zeer-Vlaanderen en die hadden een probleem met hun financiering. En als je diezelfde financiering inderdaad op dat moment, ons kent ons, dat is vaak overal een beetje. En dan ga je kijken, als we nou die financiering inderdaad nu eens buiten Zeeuws-Vlaanderen of buiten Zeeland zouden trekken, vanwege het netwerk wat het Hof van Bemiddelaars heeft, dan wordt er heel anders naar gekeken op dat moment. Hoe vaak is het zo dat we bijvoorbeeld bij een MKB'er die inderdaad in zijn eigen gebied blijft werken, daar een stempel op gezet wordt of in een hokje gestopt wordt inderdaad. Als je verder kijkt, dan zijn er inderdaad veel meer mogelijkheden. Geef even een voorbeeld, want dan wordt zo'n MKB... Nou, we hebben inderdaad zo'n MKB die met die financiering hebben inderdaad elders bij een investeerder, een private investor inderdaad, binnengebracht in Rotterdam. En dan was de zaak, die was binnen 14 dagen geregeld. Want wat was het stempeltje dat op deze MKB hing? Of aan deze MKB'er? Daar was een stempeltje opgedrukt inderdaad dat het een klein bedrijf was en een beetje te traditioneel werkte, maar inderdaad wel zijn winsten behaalde op dat moment. En juist doordat er inderdaad die stempel van te traditioneel gewerkt werd, werd inderdaad eigenlijk niet naar de mogelijkheden gekeken om dat bedrijf te reorganiseren. Dat vind ik heel mooi, want dat zie je dan heel vaak. Er zijn van die voordelen die hangen daar gewoon op. Ja. Of makkelijk stempel, die hoef je niet meer over na te denken. Oh, dat is zo'n traditionele speler, afschrijven. Ja. Ja, afschrijven. Terwijl je kijkt naar andere mogelijkheden en zo iemand is dan wel degelijk nog levensvatbaar. Juist, kijk, en dat doen we te weinig op dat moment. En dan, doordat je dan nieuw vers kapitaal inbrengt met een innovatieve oplossing, waar het door het bedrijf een nieuwe impuls krijgt. Ja. En dan heb je eigenlijk van binnenuit een soort bedrijfsblindheid waar je eigenlijk inderdaad de mensen in bijstaat. En dan is zo'n second opinion, die kan heel veel meer deuren openen.
dan alleen bij de gevestigde accountant blijven of bij de vaste relaties die je eigenlijk als MKB'er al hebt. En daar, dat is zo belangrijk en dat doen we echt te weinig. Nu speelt er in deze tijd nog meer, namelijk de echtscheidingsgolf die eraan komt of aan dreigt te komen. Ja. Die zien we altijd na de kerst, die zien we altijd na de zomervakantie. Ja. Mensen zitten te dicht op elkaar, dat wordt meestal ook als reden aangegeven, ergeren zich verschrikkelijk aan elkaar. Ja. Misschien wel voor jou herkenbaar. Het is herkenbaar, zeker. Zo. Maar het is zo dat, jij, dat je... Maar even serieus, heb jij in jouw relatie ook... Nee, dat niet. Nee, dat dacht ik, wat bedoel je met herkenbaar? Nee, het is herkenbaar omdat we een dossier van een echtscheiding gehad hebben. Ja. En die mensen hadden geen kinderen, maar die waren wel vermogend. En hoe ga je dan inderdaad die vermogens op de juiste en correcte manier verdelen op dat moment? Nou, en dan hebben we dat inderdaad, we hebben dat helemaal voorbereid. En helemaal geregeld. En die echtscheiding die kon op dat moment inderdaad binnen 3 maanden helemaal geregeld zijn. Dat is heel maar snel, want er zijn echt hele grote gevechten. Gaat het om grote bedragen? Ja, maar waar, hoe kan het dan dat je dit beter dan een advocaat doet en beter dan een mediator doet? Omdat je waarschijnlijk een betere onderbouwing heeft vanuit de praktijksituatie waar die mensen in terecht gekomen zijn. En dat is cruciaal. Het is weer die waarheidsvinding en de praktijksituatie. Wanneer wij producties maken bij advocaten of juristen, dan gaan we te veel op de wetgeving afgeven of de wetgeving laten leidend maken. Maar bij ons is juist die praktijksituatie, die praktijkervaring en de waarheidsvinding, die blijven op dat moment voor die klanten, voor beide klanten overeind. Dat ook betekent, dan moeten beide ook opening van zaken geven. Dan moeten man en vrouw in dit geval ook precies vertellen wat zij wil en niet tot hun beschikking hebben. Dus een vrouw, het kan niet zo zijn dat die bijvoorbeeld ergens nog een kluisje heeft waar hele mooie juwelen ter waarde van 3 miljoen liggen. Nee, het is juist die openheid die de oplossing en de mogelijkheid biedt om de compromis of consensus hoe weet je dit? Want stel dat iemand dat heel handig gedaan heeft en dat heeft weggesluist, in dit geval de juwelen. En dan heb ik het niet eens over allerlei witwasconstructies internationaal die je ook kan toepassen. Ja. Maar dit, die heeft de juwelen in een kastje, 3 miljoen, die heeft ze ergens bij een vriend nichtje neergelegd. Ja. En haar man weet er ook niks van. En in de vermogensdeling, alles wordt keurig verdeeld, behalve dan dat stukje juwelen, wat toch een behoorlijk bedrag is. Ja. Hoe kom je daar dan achter? Dan, het is toch de kwestie van research voor je klant doen. Eigenlijk de due diligence plegen inderdaad, op een correcte manier. Maar je moet ook kijken... Op een correcte manier. Het is een kwestie van dossierkennis. Je gaat kijken, iemand heeft een bepaald vermogen. En ga je kijken inderdaad, wat is het verleden van de persoon? Hoe zijn ze aan die vermogens gekomen? En dat kun je altijd analyseren, als je dat goed doet. Ja, kun je dat altijd analyseren. Ook als ze hele slimme constructies hebben gebruikt met het ene BV'tje dat onder het andere hangt. En je kent die constructies wel. Ja. De hele ingewikkelde constructies zijn ook door jullie te doorgronden. Wij zijn op dit moment met een bepaald dossier in België bezig. En daar zit inderdaad, waar inderdaad de BBI inderdaad in genoemd wordt. En daar zijn we inderdaad mee bezig. En dat is een hele, ook voor echt financieel deskundige, een hele ondoorzichtige wereld. Ja, dat klopt. We praten vaak, het is heel interessant, vaak mensen om echt puur om het uitgelegd te krijgen. Vertel me hoe het in elkaar zit. Ja. Ik denk niet dat ik helemaal gek ben, ik zou het moeten kunnen begrijpen. Het is heel erg lastig. Ja, het is namelijk zo, wij hadden een praktijkgeval inderdaad van een topvrouw in Nederland, mevrouw Tekla Bodewes. Die had een fraudeoplichting. Tekla Bodewes, van de scheepswerf. Ja, klopt. En die had een fraude van 650.000 euro. Openbaar verhaal dit. Ja, openbaar verhaal. Een cliënt bij ons in Zutphen, die had een identieke fraude. Identiek als dat van mevrouw Bodewes inderdaad. En hij is ook naar zijn advocaat gegaan. De advocaat lag 1,5 jaar bij zijn advocaat. En die zegt, boek de winst of het verlies. De 250.000 euro, boek ze maar af van uw verlies- en winstrekening. Want u gaat dat geld nooit meer zien. En dat geld bent u kwijt. Nou, die man is inderdaad op een bepaald moment... We hadden voor die man al eerder gewerkt. En die man is bij ons over, heeft dat dossier daar bij ons neergelegd. We hebben er inderdaad een maand naar gekeken. En zo, paar keer doorgelezen, goed doorgelezen. En op een bepaald moment traceren we eigenlijk de onrechtmatige daad waar inderdaad het geld verdwijnt op dat moment. Ja. Nou, en dan ga je zeggen tegen de klant, dan ga je terugkoppelen naar de klant, wat wilt u? Nou, dan zeg ik, wil die onderste steen boven hebben. Nou, en dan ga je inderdaad kijken wat er mogelijkheden zijn en dan ga je alle registers opentrekken. En dan kunnen wij inderdaad toch heel ver gaan. Met alle privacy en wetgeving die er bestaat, kun je toch inderdaad dat geld traceren. Maar wat is heel ver gaan? Je kunt natuurlijk niet al je geheime prijs geven, dat begrijp ik ook wel. Maar hoe ver kun je dan gaan? Nee, je kunt wel inderdaad, je kunt wel de mogelijkheden die je in de financiële wereld biedt inderdaad, om geld te traceren, dat bestaat gewoon weg. Dus dat is geen vreemd en dan overtreed je de wet niet. Dus je kunt daar wel inderdaad heel duidelijk geld in traceren waar het gebleven is.
Ja, dat laten ons daar vaak maar te makkelijk in leiden op dat gebied. Hoe bedoel je te makkelijk in leiden? Dat ook financieel daar... advocaten zich te makkelijk een waas voor ogen laten? Nou, het is zo dat bijvoorbeeld in dit dossier even af te maken, of even af te vertellen. Het geld is inderdaad, hebben we inderdaad getraceerd in Zwitserland. En we hebben ook inderdaad dat effectief met de fraudeur die de transactie gepleegd had, zijn we dan in onderhandeling gegaan, in bemiddeling gegaan, omdat hij de wederpartij is. Dus je gaat weer dat wederhoor bij die fraudeur toepassen. Nou, en op een bepaald moment zeg je, je hebt inderdaad toch dat geld laten verdwijnen. Daar ben jij verantwoordelijk voor. Of je gaat oplossen, of hier heb je bankafschrift inderdaad. En dan heeft hij op een bepaald moment, was hij daar toch wel dusdanig van overtuigd. En zag hij inderdaad dat er weinig escape was of weinig ontsnapping meer was voor de feiten die wij aan hem konden voorleggen. En heeft hij inderdaad bij een notaris een echtscheidings- of een vaststellingsovereenkomst getekend voor dat geld inderdaad binnen 1 maand terug te betalen. En dat is ook helemaal compleet teruggekomen. Mevrouw Bodewes heeft niks gezien. Mijn cliënt heeft een identieke fraude en die heeft het door bemiddeling van Hof van Middelaars wel teruggezien. Ja, dus jij had haar ook graag geholpen. Nou, dat is, wij hebben contacten gelegd, maar het werd inderdaad niet toegestaan. Dus, ja. Door wie niet? Door mevrouw Bodewes inderdaad en de advocaten, dus zodoende. Nou ja, spannend verhaal. Dat misschien nog, dit krijgt geen vervolg, maar andere verhalen wel. En jouw verhaal krijgt ook een vervolg. Ja, klopt. Er worden heel veel mensen inderdaad die hebben te maken met fraude. En daar moet je altijd heel voorzichtig mee omgaan. Want het zijn die mensen die, dat is voor die mensen een schaamte. En dat heeft heel veel, daar moet je heel respectvol mee omgaan. Want ja, zoals ik ook al zei bij aanvang, je mag de duurste raadsman hebben. Je rolt in problemen zonder dat je het weet en zonder dat je het wilt. En dan is dat soort situaties zijn heel delicaat. Nee, ik wil ook zeggen, er zijn nog veel meer, dat moet een vervolg krijgen. Want je hebt nog veel meer voorbeelden waar we zelfs hier online geen tijd voor hebben. Ja, we kunnen wel 3 uur doorpraten, maar dat wilden we de kijker ook weer niet aandoen. Nee. Dat gaan we in brokstukken doen, hè, om de zoveel tijd even met jou te spreken. En dan hoop ik dat je weer hier naartoe komt. Ja. Ik wil nog 1 ding wel weten. Ja. Jouw Hof van Bemiddeling, hoeveel mensen werken daar? We werken met 5 mensen, 3 secretaresses inderdaad en 2 inhuurkrachten inderdaad op dat moment. Die of inderdaad freelance inderdaad binnen ons bedrijf aan te brengen. Hoeveel hoven van bemiddeling die op deze manier werken zijn er in de wereld? Die zijn er niet. Is er maar 1? Is er maar 1, ja. Ja. Waarom krijg je geen navolging? Omdat men het systeem niet kent op dat moment. Nee, men kent het systeem en de aanpak niet zoals wij dat doen inderdaad. Die waarheidsvinding is niet gebruikelijk. Het is namelijk, hoe komt dat eigenlijk? We zijn allemaal, wanneer wij allemaal inderdaad gaan studeren of ons maatschappelijk inderdaad ons leven leiden, dan krijgen wij allemaal van onze ouders mee of van de school mee. Als je een probleem hebt, ga je naar een advocaat. En dat is of naar een jurist of naar je rechtsbijstand of naar een mediator. Nou, en daar gaat het nou juist fout. Albert Einstein zei al, you cannot solve the problems with the same thinking when you created them. Nou, en daar zit de sleutel van de oplossing. Het is juist het andere denken wat wij allemaal pretenderen. Ook allemaal management of CEO's van bedrijven inderdaad. Maar we doen het in werkelijkheid niet. Echt niet. Nee. En wat anders zou dit inderdaad wel aanslaan. Maar iedereen denkt, zodra ze een probleem hebben, gaan we naar een advocaat of een mediator of naar onze juristen. Of veel bedrijven hebben hun eigen juristen in dienst. En dan zit je gelijk onder die gedragsregels. En dan zit je gelijk inderdaad in het systeem wat op dat moment inderdaad helemaal geleid wordt. Ik hoorde jouw verhaal voor het eerst ook. Je bent altijd verbaasd. Want je denkt, hoe kan het eentje zijn? En zit iemand te bluffen? Is het een echt verhaal? Nee, ik heb heel veel dingen hebben gecheckt. Het is waar. Daar ben ik... vind ik geweldig, want dit is het begin natuurlijk van een grote systeemverandering. Op een gegeven moment krijg je wel navolging en dan ben je niet meer de enige. Dan heb je zelfs veel meer hoven, dan krijg je concurrentie, maar dat wil je ook. En dan word je, dat past ook in deze tijden. Zeker, zeker. En dan wordt dit misschien wel een, het zet niet het rechtssysteem op zijn kop, dat vind ik te grote taal. Nee. Maar het geeft wel een flinke aanpassing. Het is de methodiek die het inderdaad dit mogelijk maakt. Het is een bepaald concept wat je inderdaad wel moet beheersen om dit wel te laten werken. En daar gaat het nou juist om. En dat vind ik mooi, Frank, dat we dat hier nu wel even voor het eerst even breed hebben neer kunnen zetten. Ja, in de hoop dus op een vervolg met jou. En misschien wel op mensen die door jou geïnspireerd zijn, ook om deze manier van deze werkwijze op te gaan pakken. Want het is altijd lastiger, iets wat nieuw is. Er zijn mensen altijd een beetje
Want trouwen, geen eerste instantie, kan zeker, het wel, bestaat zeker, het wel, zeker. Wat is het dan? Ja, en als je het gaat doorgronden en je ziet het, nou, dan krijg je... Kijk, hebben een ref, je hebt dus, je noemt juist iedere keer het MKB Nederland, of het MKB inderdaad. Maar we hebben wel een referentie van MKB Noord-Nederland. En die mevrouw, die zegt inderdaad, wat jullie doen is uniek in Nederland. Ik heb het nog nooit meegemaakt en ik heb het nog niemand zien doen. En de resultaten van jullie zijn boven verwachting hoog inderdaad. En dat is een referentie, die was niet nodig. Het staat wel op de website dat inderdaad. Begrijp ik. Natuurlijk, en mag we je praten doen. Over MKB, we praten echt over MKB Nederland, maar we laten ons vaak altijd, en dat is puur te maken met ons eigen gedrag en met onze eigen denkwijze, zodra wij een probleem hebben, stappen we gelijk bij de advocaat binnen. En ja, dan zit je op dat moment in het systeem, wat je niet meer los kan. Want jij bent op dat moment ondergeschikt aan dat systeem. Dit is een andere manier van denken. Ja. Dit is het begin van een toch in ieder geval een kleine systeemverandering in het rechtssysteem. Ja. Daar praten we ik graag over verder. Ik hoop het. Dank je wel. Ik dank je voor dit gesprek. Dank je wel, Paul. Dank je wel.